Beste mensen, reisgenoten op de weg naar een klimaatbestendige toekomst. Goed dat jullie vandaag deelnemen aan dit webinar. Vandaag is een Nederlandse mijlpaal op weg naar de Climate Adaptation Summit van 25 januari 2021. Op die dag zullen leiders van over de hele wereld een gezamenlijke Adaptation Action Agenda presenteren. Een agenda met concrete acties die de wereld voorbereidt op de gevolgen van klimaatverandering. Om weerbaarder te zijn tegen het jaar 2030. Want we hebben geen tijd te verliezen. Elke minuut verdwijnt er ongeveer 1 miljoen ton ijs in Groenland en Antarctica. Meer dan 3 miljoen ton in de tijd dat jullie naar dit filmpje kijken. De coronacrisis laat daarnaast zien hoe kwetsbaar we zijn. Hoe moeilijk het is om snel en effectief te reageren als we door een pandemie worden overvallen. Klimaatverandering overvalt ons niet. We weten heel goed wat er aan de hand is. We zien de effecten om ons heen. Droogte, overstromingen, vaker storm, opwarming van de aarde en zeespiegelstijging. We zitten nu in de penarie, dus we moeten ook nu wat doen. Daarom delen we onze kennis en ervaring en bundelen we onze krachten wereldwijd. Want klimaatverandering speelt overal en vraagt overal om maatregelen. Van delta's tot droge hoogvlaktes. We hebben in Nederland een eeuwenoude mondiale reputatie op het gebied van waterbeheer en nu ook van klimaatadaptatie. Vandaag staan 9 Nederlandse innovaties centraal. 9 interactieve webinars over de Nederlandse aanpak, waar de rest van de wereld hopelijk wat aan kan hebben. Klimaatverandering beïnvloedt ons dagelijks leven. Het is een mondiaal probleem dat vraagt om een mondiale gezamenlijke aanpak. In januari 2021 organiseren we daarom de Internationale Climate Adaptation Summit. En vandaag bespreken we daarvoor een aantal Nederlandse showcases. Ik wens jullie een mooie en inspirerende dag. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Sail to the COP. Ik zit aan tafel met 3 jongeren die een extreem gave zeiltocht hebben gemaakt naar de Wereldklimaatconferentie. Klimaatverandering en extreem weer biedt kansen, maar ook risico's. Minister Cora van Nieuwenhuizen vertelde dit al in de video die jullie net zagen. Dit panelgesprek is een onderdeel van een serie evenementen Road to the COP in aanloop van de Climate Adaptation Summit in januari. Wereldleiders lanceren daar een Climate Adaptation Agenda over hoe klimaatadaptatie sneller en beter gerealiseerd kan worden. Op weg naar CAS is deze serie georganiseerd vanuit de gemeente Amsterdam, Sail to the COP. Een panelgesprek over een unieke expeditie. En wat kunnen we leren van de jongeren die meevoeren? Jouw vraag of reactie, die nemen we graag in de chat mee. Of die kun je kwijt in de chat, dat zie je rechts in de livestream. Lisette zit er al klaar voor. Vandaag zitten we hier in Amsterdam. Een stad die de gevolgen merkt van klimaatverandering, maar ook werk maakt van het aanpakken daarvan. De aanpakken van de gevolgen van extreem weer. En daarom worden we welkom geheten door wethouder Laurens Evens. Welkom. Welkom bij dit festival en leuk dat jij je hebt aangemeld. De mens is een onderdeel van de natuur, maar helaas verpesten we die natuur ook heel snel. Daarom moeten we klimaatverandering tegengaan en moeten we strijden voor een klimaatbestendige samenleving. Dat doen we als stad bijvoorbeeld door allemaal innovatieve projecten te starten. Zoals de blauwgroene daken of de verkoelende sportvelden. Maar we moeten vooral allemaal zelf beseffen dat we onderdeel zijn van die natuur. En dat betekent geen tegels en dergelijke, maar planten en bomen. Die moeten we zien in onze eigen omgeving. Die bijdrage kunnen we allemaal leveren. Maar ik ben vooral heel blij dat jij jouw bijdrage wil leveren. Jouw bijdrage op dit festival. Veel plezier. Hoe denken jongeren over klimaatveranderingen? Waar maken ze zich zorgen over? Waar zien ze mogelijkheden? En hoe kan je zelf bijdragen aan het omgaan met klimaatverandering? Bij mij aan tafel zitten die 3 jonge klimaatactivisten van Sail to the COP. Een avontuur om per zeilschip in 2019 naar Zuid-Amerika te varen om daar de VN-klimaatconferentie COP25 bij te wonen. Dat is de Conference of Party, het grote evenement op klimaatverandering.
Hoe is het gegaan? Zijn ze actief of activist? Bij mij aan tafel Mara de Pater, Kishona Roos en Jeppe Bijker. Zo dadelijk zien we ook nog 3 van jullie internationale reisgenoten. Welkom. En jullie kijken hier als livestreamers, volgers, naar een podium in een lege hal in Amsterdam, de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Daar zit ook Lisette Heijken. Zij zit rechts van ons, in ieder geval. En vandaag is zij mijn sidekick en chathost, jullie chathost. Lisette is programmamanager van het programma Amsterdam Rainproof. En vragen kun je daar in de chat op aan Lisette stellen. En soms komen ze hier direct in het gesprek. Het panel heeft zelfs aangeboden om na afloop ook nog openstaande vragen te beantwoorden. Dus ga je gang, zou ik zeggen. Lisette, ik ben wel benieuwd of onze kijkers zelf wel eens het gesprek voeren over het veranderende klimaat. Wil jij als start, we komen dadelijk vast op je terug en jij breekt in als het nodig is. Wil jij die vraag alvast in de chat plaatsen? Zeker weten, Maarten. Ga ik doen. Top. Mijn naam is Maarten Klaassen en ik werk voor het programma voor de gemeente Amsterdam als aanjager van het programma Koppelkansen. Daarin werken we in de openbare ruimte aan integrale oplossingen voor vraagstukken zoals klimaatverandering. En vandaag mag ik het panelgesprek leiden. Voordat wij naar onze gasten gaan, want die zitten er klaar voor, horen we eerst meer over Sail to Kop. Wat is het? We gaan naar een korte video kijken om een beeld te delen. To go to the COP because we've been organizing strikes for over 1 year and we deserve a seat at the table, we deserve our voices to be heard, but I didn't want to fly there. And then I found Sail to the COP. This is an amazing initiative because it really shows that there are actually no good alternatives into aviation. I think young people have the power and the energy and the creativity to change the course. And I think that's why it's important we are sailing with a young group. And I mean, the future is ours, so we should change the course. Ja, we zien jullie daar vol ambitie van wal steken. Mara de Pater, jij was een van de initiatiefnemers en ging mee op reis. Wil jij je kort voorstellen? En ik ben heel benieuwd, hoe was het? Ja, zoals je zei, ik ben Mara. En ik denk inmiddels 2 jaar geleden ben ik samen met Jeppe en nog 2 andere Sail to the COP gestart. En dat was sowieso al een heel avontuur om het te organiseren. Want waar vind je een schip en waar vind je alle funding voor een schip en waar vind je de deelnemers? Maar het organiseren zelf was echt wel een waanzinnige ervaring. En zoals je op het filmpje zag, we staken van wal met het idee om naar de COP te gaan. En onderweg een campagne te voeren en ook een denktank te doen. Om eigenlijk onze eigen gedachten te vormen over hoe de reisindustrie met name eruit moet zien. Maar ook hoe jongeren kunnen participeren op zo'n enorme conferentie. We gaan het zo meteen nog hebben over hoe dat uiteindelijk afliep, geloof ik. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar ik denk, wat ik daar zelf heel erg uit heb gehaald, is hoe bijzonder het is om met zoveel mensen op een schip te zitten. En zoveel mensen samen te werken over rondom klimaat. En dat is iets wat ik nu ook nog meeneem en doe. Ja, want het was handiger geweest als die conferentie op Texel was. Ja, hadden we met de pont kunnen gaan. Ja. Ja. Maar deze was in Zuid-Amerika, dus dan pak je het vliegtuig.
Ja, en daar begon het eigenlijk. Dus de vier initiatiefnemers, wij wilden heel graag naar die conferentie. Jeppe was al eerder op een COP geweest, die was in Polen. Daar is hij met de trein heen geweest. Wij wilden er ook heel graag heen. Maar ja, vorig jaar zou die dus in Zuid-Amerika zijn. En we wilden absoluut niet vliegen, vooral omdat we ons zo erg zorgen maken over de impact van vliegen op het klimaat. Nou ja, als je een oceaan over moet, zijn er niet heel veel andere opties dan zeilen. Gaaf. Misschien een zeppelin, maar zeilen leek toch iets. Dat hebben jullie gewoon voor elkaar gekregen. Ja. Ja, een schip gevonden. Dat was vorig jaar. Waar ben je nu mee bezig? Ik werk momenteel bij Collection. Dat is een internationale NGO. We doen duurzaamheidscampagnes. Met name met jongeren over de hele wereld die al wel iets van klimaatverandering weten en een soort stap willen nemen in hun eigen leven om meer klimaatactie te doen, maar niet helemaal de aansluiting hebben. Dus we brengen een community bij elkaar en reiken eigenlijk mensen heel makkelijke tools aan om klimaatactie te nemen. En dat kan bijvoorbeeld zijn een brief sturen naar een vervuilend modemerk of naar een politici. Maar het kan ook zijn een actie in hun eigen leven. Dus dat ze stoppen met kopen bij zo'n merk en dat ook uitdragen. Tof. Dankjewel. Welkom. Yes. Ik ga naar onze volgende gast. Ja, Kisjona Roos. Jij bent ook mee geweest. Waarom ging je op reis? En zou je je ook kort willen introduceren? Tuurlijk. Ik ben Kisjona Roos. Ik ben 24 jaar en ik woon in Amsterdam. Voor mij begon het een beetje in 2019. Ik was net afgestudeerd van mijn bachelor. Ik heb Korea-studies gestudeerd. En toen wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde doen. Dus toen ben ik een jaar gaan werken. En toen kwam ik uiteindelijk bij het Fair Future Generators programma van Milieudefensie. Dus daar heb ik me voor aangemeld. En het idee was eigenlijk dat jongeren zelf konden aangeven wat voor skills ze wilden leren. En dan zouden ze gematcht worden aan een project dat inderdaad met duurzaamheid en het klimaat te maken heeft. En toen werd ik eigenlijk gematcht met Sail to the COP. Maar zelf had ik nog helemaal niet zoveel ervaring met klimaatactivisme. Want was dat een skill of was het zeilen? Nou ja, gewoon heel erg geïnteresseerd in meer leren over klimaatactivisme en wat het precies inhoudt. En ik wilde me er graag voor inzetten, maar ik wist niet zo goed hoe. En zij vonden mijn enthousiasme heel erg leuk. En die dachten, nou ja, jij moet gewoon mee over die oceaan met Sail to the COP. Om zelf iets bij te dragen, maar ook zelf te leren over hoe dat klimaatvraagstuk in elkaar zit. Ja, ik denk dat het voor mij heel erg een grote stap in het diepe was. Dus ik heb heel snel heel veel geleerd. Maar dat maakt het ook wel moeilijk, omdat ik voelde me op sommige momenten niet op mijn plek. Omdat ik dacht, oh, ik heb helemaal niet genoeg kennis. Ik heb niks in deze richting gestudeerd. Of ik heb nog helemaal geen ervaring. En wat ik er eigenlijk heel erg uit heb gehaald, is dat dat helemaal niet uitmaakt. En dat het inderdaad gewoon gaat om die eerste stap zetten. En dan komt het allemaal vanzelf. En er is ik had in ieder geval een heel erg specifiek beeld van wat het inhield om een klimaatactivist te zijn. Dus het heeft mij ook heel erg uitgedaagd om dat beeld te veranderen. En voor mij is het nu eigenlijk, zolang je je inzet op jouw eigen manier, in hoeverre jij dat kunt, dan vind ik al dat je een activist bent. Dus dat heeft voor mij ook heel erg geholpen met een beetje meer mijn plekje te vinden in wat voor mij activisme inhoudt. En, heel goed. Ja. En heb je daarin dus ook meer focus of meer je eigen richting ontdekt in waar dat dan om gaat, dat actief zijn of dat activisme? Ik denk over het algemeen dat het heel erg belangrijk is voor een persoon om te kijken waar zijn eigen skills liggen en zijn eigen interesse. En voor mij is er heel erg uitgekomen dat ik geleerd heb hoe intersectioneel eigenlijk de kwestie van klimaatverandering is. En dat ik dat heel erg interessant vind. Dus nu ben ik ook bezig met het project Building Bridges for Climate Action. Wat eigenlijk begon als het vervolgproject van Sail to the COP. En toen is geëvolueerd tot Building Bridges for Climate Action. En dat gaat heel erg over jongeren uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied helpen een platform te krijgen om hun stem te laten horen. Omdat zij over het algemeen in het klimaatdebat toch best wel ondergerepresenteerd zijn. Terwijl zij wel al heel erg veel te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Okay. Top. Gaaf, dankjewel. Welkom ook. Jeppe, last but not least, Jeppe Bijker. Jij was ook een van die mede-organisatoren van Sail to the COP. Wil jij je ook kort voorstellen? Ja,
Ik ben Jeppe inderdaad. Ik ben softwareontwikkelaar, programmeur, ontwerper. Daarnaast werk ik op dit moment onder andere voor Studio Drift, kunstenaars in Amsterdam, waarvoor ik onder andere met drones en virtual reality bezig ben. Dat is eigenlijk weer best wel iets anders dan wat we vorig jaar gedaan hebben. Maar toen heb ik inderdaad geholpen die reis vorm te geven om naar die klimaatconferentie te reizen met zo'n grote groep. En dat was een onvergetelijke ervaring, om zo lang met zo'n groep samen te leven en van elkaar afhankelijk te zijn. Allemaal met datzelfde doel om naar zo'n conferentie toe te gaan. En ja, aandacht te vragen, aandacht te eisen eigenlijk voor onze generatie. Omdat ja, op zo'n conferentie wordt toch ons aller toekomst bepaald. Maar toch vooral de toekomst van de jonge generatie. Ja. En die zijn daar nauwelijks of niet aanwezig. Ik vraag me dan af, want Mara vertelde dat jullie moesten een schip regelen. Ja, heb je dat lijkt me, ik hoor jullie allemaal niet als enorme zeilers. Dat je denkt van nou, we gaan dat even fixen. We gaan, Als groep waren het zeker niet allemaal zeilenthousiasten. Maar Mara en ik en ook een van de andere oprichters wel. Dus dat hielp wel heel erg. Softwareontwikkelaar die kan zeilen. Ja. Heel goed. Als klimaatactivist moet je van alle markten thuis zijn. Ja. Maar dat werkt ook de andere kant op. Iedereen kan dus klimaatactivist zijn. Ja. Ook wat Kishona al zei. Het is niet dat je daarvoor iets gestudeerd moet hebben over klimaat. En hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen, je gaat op een boot zitten en dan is het wel eventjes koers zetten, zeg maar. Dan ben je even onderweg. Als het uitzenden van een boodschap of het meepraten het doel is, hoe doe je dat vanaf een boot? Ik hoorde net Denktank. Nou, we hadden sowieso ook een team aan mensen verzameld die wel in Europa bleef. En die hielp dus heel erg met het communiceren. Dus wij konden af en toe, hadden we internet om wat uit te sturen. En zij hielpen dan om dat te verspreiden. En sowieso een groot deel van onze boodschap vond natuurlijk plaats rondom de kop. Dus we hebben uiteindelijk konden we via livestreams en videoverbindingen hebben we onze boodschap daar weten te krijgen. En dat zijn natuurlijk ook weer allemaal dingen die we via social media bijvoorbeeld gedeeld hebben. Tof. Dus op die manier waren er een heleboel manieren om ons verhaal te kunnen vertellen. Dat is een hele logistiek, jongens. Dat komt niet alleen even een boot regelen. Het heeft de nodige voorbereiding gehad. Zeker. Hartstikke gaaf. Dankjewel Jeppe, welkom ook. Jullie kernboodschap voor die COP25. Het 25 staat dan voor het aantal keer dat die klimaattop is geweest. Zelf mocht ik in de 10 jaar geleden op de 15 zijn in Kopenhagen. Lang geleden. Maar deze COP25 hebben jullie die stem van de jongeren gebruikt om een thema echt te agenderen. Dat ging over reizen en de impact daarvan. Hè? Eigenlijk om die zeilboot te pakken. Want het gaat fout als we blijven vliegen. Is die boodschap volgens jullie aangekomen bij de deelnemers, bij de wereldleiders die aan die COP deelnemen? En wat vonden ze daarvan? Wie wil daar iets over? Ja, ik kan er wel op reageren. Heel even voor de duidelijkheid. Wij zijn dus zelf nooit op die COP aangekomen. Dat is een belangrijk detail. Want halverwege de zeiltocht kregen we te horen dat Chili had besloten niet de COP te organiseren. Er was veel sociale onrust in dat land op dat moment. En Madrid heeft toen aangeboden, of Spanje heeft aangeboden, de conferentie in Madrid te hosten. Jullie waren al vertrokken? Wij waren al vertrokken, we waren halverwege de oceaan. En door de stromingen en de wind was het ook niet mogelijk om terug te keren. Je zou zeggen, je bent halverwege, dus dan kan je het gewoon omdraaien. Nou, dat kon niet. Of Jezus, we moesten heel hard op de motor. Het lijkt op klimaatverandering. Ja. We moesten zeer adaptief zijn daar. Toen hadden we satellietverbinding. Dus we konden niet internetten, maar we konden wel dagelijks een aantal e-mailtjes uitsturen. Met behulp van dat home team, wat Jeppe eerder noemde, hebben we een hele groep van jongeren die in Europa was verzameld om in onze plaats te gaan. Dus dat waren representatives van ons project. Die waren uiteindelijk op de COP aanwezig. Wij zijn tijdens de conferentie hebben aangelegd in Martinique, een van de Caribische eilanden. En hebben eigenlijk de groep die naar Madrid ging ondersteund door presentaties voor te bereiden, stukken te lezen en te samenvatten. Nou ja, gewoon echte ondersteuning te bieden voor die groep die daar was. Zij zijn met veel delegaties in gesprek geweest en hebben op heel veel, en dat heet dan site events, dus een soort informele
onderdelen van ja, want zo'n conferentie bestaat niet uit de centrale hal. Alleen daar, het is een soort mierennest daar omheen met allemaal ontmoetingen. En ja, ik ben er dus nooit echt geweest. Maar het schijnt enorm te zijn. En je hebt inderdaad officiële onderhandelingen. Maar daarnaast allerlei presentaties en workshops. En die ben je dan vanuit Martinique, vanuit een schip. Wat dan je werkgebouw is geworden. Mm-hmm. Want jullie zijn niet verder gevaren. Ja. Aan het lobbyen en het beïnvloeden hoe je een hele nieuwe delegatie... Dus dat was en voor ons eigenlijk een heel andere manier van werken. Want we hadden verwacht om daar live te zijn. En dan moesten we ineens online alles doen. Ja. Veel filmpjes opgenomen, veel via de livestream meegedaan. Maar dus ook de representatives daar. En je vraag begon met, is die boodschap een beetje aangekomen? Maar ik dacht eerst... dit is wel belangrijk om te weten. Ja, in principe zijn we... of de representatives met heel veel delegaties, dus groepen vanuit landen of groepen vanuit de Europese Unie in gesprek gegaan. En wat zij zeiden en wat wij ook merkten was dat het onderwerp transport en met name luchtvaart veel meer besproken werd dan eerdere jaren. Waar het eerder bijna een beetje taboe was, werd het nu echt als een soort kritisch punt besproken. Dus ik denk dat daar... Natuurlijk niet alleen vanuit onze groep, maar we hebben daar wel heel erg aan bijgedragen. In ieder geval goed geagendeerd is. Mooi. Ja. En een spannend verhaal hoe dat gaat. Het staat op de agenda uit de taboe. Tevreden? Ja, wat denk ik ook heel erg hielp was dat we natuurlijk toch wel een bijzonder verhaal te vertellen hadden. Dus er werd wel naar ons geluisterd. De mensen die daar aanwezig waren, die vertelden ook dat zij daar wel waren, maar dat het eigenlijk niet de bedoeling was, omdat er eigenlijk die enorme groep jongeren onderweg was en nooit aangekomen was. En ik denk verhalen zijn altijd een hele belangrijke vorm om iets te vertellen en om te inspireren. En als je een minister of een staatshoofd spreekt en je weet zo'n verhaal te vertellen, je laat zien dat je iets zo belangrijk vindt, dat je daarvoor, uiteindelijk hebben we 80 dagen op dat schip geleefd. Dat je dat doet om maar dat te kunnen vertellen en die aandacht te kunnen vragen, dan wordt er wel naar je geluisterd. Tof. Maar iets meer op de agenda, is dat dan voor jullie genoeg? Werd je door die 80 dagen op dat schip en uiteindelijk is die COP dan niet in Santiago, maar in Madrid en jullie hebben een heel alternatief plan, dus je geeft er een enorme boost en energie in en het is iets meer op de agenda. Is dat genoeg voor dit moment? Of levert het ook voor jou, Kishona, een soort van... het moet iets anders. Wat is het volgende plan? Ik vind dat een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat voor mij was alles soort van nieuw. Alles was nieuw. Ik kwam aan op die boot. Ik had nog nooit van een COP gehoord. Dus mij werd uitgelegd, dit is wat het inhoudt. Dit is wat we gaan doen. En dan opeens gaat dat niet meer door. Dus ik denk, voor sommige deelnemers was het ook een veel hardere klap. Omdat die er echt heel erg op stonden om daar te zijn. En heel veel plannen hadden en er al vaker waren geweest. En dachten van, oké, nu gaan we even actie ondernemen. En voor mij was het nog een beetje theoretisch. En dan wordt het opeens afgenomen. Dan denk je, oké. Dus ik ben eigenlijk vanuit mijn persoonlijke optiek heel erg trots op wat we gedaan hebben. Want het is iets wat ik nog nooit eerder heb ondernomen. En we hebben gewoon... wel een verandering teweeggebracht. Zeker. Dus daar ben ik in ieder geval heel erg trots op. Tof. Ja, helemaal gaaf. En ook om het verschil te horen van jullie. Van enerzijds, we hebben het een stukje verder kunnen brengen. Het is nog lang niet klaar. Maar dit was ook al fantastisch. En life-changing bijna. super. Die enorme voorbereiding en de energie die jullie in die tocht hebben gestoken om het klimaatvraagstuk te agenderen, jongeren een stem te geven in het internationale klimaatbeleid. Jij kaart al aan, is dat nou actief zijn of activisme? Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat dan zien, waar dat verschil is en ook hoe jongeren daarop instappen. Lisette, enerzijds misschien is de chat een beetje actief of moeten ze nog wakker worden? Want het is natuurlijk nog ochtend. Ik ben namelijk ook wel benieuwd hoe de jongeren kijken of wat ze vinden van klimaatactivisten. Sowieso misschien die vraag in de chat, maar gebeurt er al wat? Ik denk dat het zeker nog ochtend is. Kijk. De chat kan nog wat actiever, maar misschien is dit een leuke vraag. Ik ga het zo stellen. Super, dankjewel.
En je kan er hier inkomen. Maar Jeppe, kun jij daar iets over zeggen? Is het gewoon meedoen, actief zijn? Of is activisme, zoals jullie dat zeggen, wij zijn klimaatactivisten, is dat iets anders? Nou, ik denk, ja, inderdaad, wanneer noem je jezelf klimaatactivist? Dat moet je helemaal zelf weten. En ik denk dat het ook voor iedereen iets anders betekent. Voor mij betekent het ook mensen bij elkaar brengen. Dus dan hoef je nog niet eens per se zelf te gaan demonstreren, op de barricade te gaan staan. Maar gewoon in gesprek gaan met andere mensen. Andere mensen vinden die ook met bepaalde vraagstukken zitten. Die ook misschien wel iets willen doen, maar niet zo goed weten wat. Dan ben je ook al activist. Ja. Je hoeft er niet per se voor op een boot te gaan zitten en naar de andere kant van de oceaan te varen, denk ik. Er zijn een heleboel manieren om actief of inderdaad activist te zijn. En ik denk dat het er vooral om gaat dat je jezelf eigenlijk twee vragen kan stellen. Wat zijn nou de dingen waar ik me zorgen om maak? En dan niet persoonlijk, maar in de maatschappij, in de wereld. Waar maak ik me zorgen om? En tegelijkertijd, waar krijg ik energie van? Ja. Wat vind ik nou leuk om te doen? Wat vind ik de moeite waard om te doen? Nou, als je die twee dingen kan combineren, dan ben je wat mij betreft een activist. En dan doe je ook nog eens iets waar je heel veel energie van krijgt. Ja, dat hoeft dus niet per se die barricade te zijn. Maar dat zou bij wijze al kunnen starten met dit panelgesprek gaan bekijken. En misschien dan eens gaan nadenken. Hoe zit dat? Sluiten jullie daarop aan? Of hebben jullie Mara misschien? Ja, ik denk, ik heb sowieso bij het woord activist altijd allerlei gevoelens. Ja. Verwarrend? Of? Nou, ik identificeer mezelf al meer dan 10 jaar als klimaatactivist. Ja. Maar ik weet ook dat er best een soort stigma of een stempeltje op zit. Of bepaalde associaties oproept bij andere mensen die vaak negatief zijn. En dan zie ik zelfs in mijn omgeving mensen die best vergelijkbare activiteiten doen als ik. Ze gaan naar klimaatmarsen en ze doen mee aan klimaatprojecten. Maar heel ver weg blijven van het woord activist. Ja. Terwijl het ook best een actie is om daarheen te gaan en iets te zeggen. Ja. Ja. En juist door die activiteiten identificeer ik mezelf als klimaatactivist. Ja. Dus ik vind dat wel interessant ook hoe in de maatschappij soort die associaties er zijn, maar ook veranderen. Want ik denk de laatste jaren zie je steeds meer mensen die zichzelf ook soort promoten als klimaatactivist. En dat wordt ook steeds sexier. Ja. En ik denk dat dat wel een positieve verandering is. Want juist door je te identificeren als klimaatactivist durf je ook steeds meer uit te spreken. Ja. En durf je ook soort het recht te hebben om je mening te uiten. En dat gaat niet per se om dat woord, maar eigenlijk ook wat jullie bedoelen van wij moeten als jongeren ook gewoon meedenken over de toekomst van deze aarde en wat we daar te doen hebben. Ik ben in die zin nog wel benieuwd naar wat jullie zelf hebben geleerd van die expeditie. We zagen het net in het introductiefilmpje, koers houden of koers veranderen, grote woorden, ook wel prikkelend. Wat heb jij meegenomen of geleerd in die reis? Ja, ik denk wat mij heel erg geholpen heeft, is dat toen ik dus begon en niet zo goed wist wat ik wilde doen, toen dacht ik wel, ik geef wel heel erg veel om de wereld en ik wil iets doen tegen klimaatverandering, want ik vind het wel een ernstig probleem. Maar ik voelde me zo alleen en ik wist niet waar ik moest beginnen. En dat maakte het ook best wel moeilijk en een beetje eng. Ook omdat het beeld wat ik had is, als je een klimaatactivist bent, dan moet je in één keer perfect zijn. Je moet alles weten, overal kennis over hebben. Maar we leven tegelijkertijd ook in een imperfecte wereld. Dus je kan helemaal niet perfect zijn. Nee. En het ding voor mij was juist heel erg dat ik constant bleef leren over nieuwe dingen. En dat doe ik nu nog steeds. Maar wat het grootste wat ik geleerd heb, is dat het heel fijn is inderdaad om een groep te vinden van andere jongeren of misschien niet jongeren, maar mensen die om dezelfde kwestie geven en met hetzelfde doel en je daarbij aan te sluiten en dan samen inderdaad iets te ondernemen. Want dat geeft je echt het gevoel dat je een verschil maakt. Het geeft je niet het gevoel dat je alleen bent. En dat was voor mij in ieder geval een hele krachtige brandstof om me in te zetten. Graaf, dankjewel. Jeppe, wat heb jij meegenomen? Ik sluit me daar sowieso helemaal bij aan. Gewoon die groep gelijkgestemden vinden die toch ook allemaal weer hun eigen inbreng hebben. We horen dadelijk ook nog 3 van jullie reisgenoten. Ja, hè? Dat is heel leuk. Klopt. Maar wat ik ook wel echt bijzonder vond om te zien is hoe we toch iets nieuws hebben kunnen maken na die teleurstelling dat we niet
bij die conferentie zouden zijn uiteindelijk. Dat heeft uiteraard een paar dagen geduurd voordat we daar overheen waren. Toen was het ook extra bijzonder dat we dus elkaar hadden en dat we daar samen doorheen konden komen. Maar het geeft ook wel hoop, denk ik, voor de toekomst dat we toch iets nieuws hebben kunnen bouwen en misschien uiteindelijk wel weer meer aandacht hebben kunnen genereren. In ieder geval meer mensen bij onze eigen groep kunnen betrekken, namelijk al die jongeren die naar Madrid gingen. Ja, dat is misschien wel een les die we sowieso met het veranderend klimaat te leren, dat we iets anders moeten gaan doen om ons aan te passen. Ja, dus, precies. Het loopt sowieso anders dan je verwacht. Die heb je nu maar dat biedt ook aan levende lijf ervaren. Precies. Ja. En jij, heb je nog zo'n ding waarvan je zegt, nou dat had ik daarvoor niet en nu deze les neem ik gewoon. Ja. Ik denk, ik sluit me ook helemaal bij jullie aan. Maar daarnaast, wat ik heel sterk merkte en misschien me eerder nooit beseft had, was door je te omringen met een groep gelijkgestemden, bouw je een soort mini-maatschappijtje. En wat bij een bubbel noemen ze dat ook wel. Ja, het was een beetje een bubbel. Ja, we waren ook afgesloten van alles. Ja, op internet zo'n schip is dat natuurlijk heel logisch. Maar wat er ontstond, dat vond ik heel mooi en dat probeer ik nu in mijn leven ook heel erg vast te houden en in te brengen in andere groepen. Zodat er een soort, ja, ik weet even niet hoe je dat in het Nederlands zegt, maar een community of care ontstond. Dus we droegen allemaal heel veel zorg voor elkaar. En als er iemand eventjes niet lekker was, want er werden wel eens mensen zeeziek of gewoon een beetje ziekig, werd er enorm goed voor dat persoon gezorgd. Of als iemand even niet lekker in zijn vel zat, werd er zoveel rekening mee gehouden. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik nu in mijn werk ook in probeer te brengen. Van al die gevoelens of momenten mogen er ook zijn. En moeten we elkaar in steunen. Dus als iemand zich even niet lekker voelt. En ik denk zeker met corona kampen we met best wel veel mentale problemen. Ja. Dan moet daar gewoon de ruimte voor zijn. Mooi. Gaaf. Lisette, kom erin. Ik wil graag een vraag stellen vanuit je chat. Hij sluit hier ongeveer op aan. Jullie gaven net een beetje je persoonlijke beleving aan van wat is er nou blijven hangen en wat neem je mee naar die mooie zeiltocht van jullie. Maar zijn jullie nou ook enorm bezig en blijven jullie op de hoogte van de afspraken die daar gemaakt zijn en wat de vervolgen ervan zijn? Of tenminste, hoe die opgevolgd worden? Ja. Is Fons die vraagt houden jullie dat in de gaten? En weten jullie, hoeft natuurlijk niet volledig uitgebreid, maar dat er een aantal vervolgacties wel degelijk nu neergezet worden. Ja, dus eigenlijk de stap naar COP26 dan, want dat is de opvolger, maar ook misschien dat CAS-evenement, hè, de climate. Mm. Zijn jullie helemaal spits in het klimaatbeleid geworden? Nou, ik denk dat de meeste van ons het wel redelijk volgen. Er is natuurlijk ook afgelopen jaar veel minder gebeurd dan veel mensen hadden gehoopt. Is ook altijd minder gevlogen. Er is ook minder gevlogen, dat is dan weer positief. Maar er is ook altijd een halfjaarlijks een soort tussenkop. Dus in Bonn is dan ook weer een conferentie. Nou, die is ook niet doorgegaan, terwijl dat ook altijd weer een heel belangrijk moment is om die over die afspraken te hebben. Dus wat dat betreft is er dit jaar gewoon veel minder gebeurd dan heel veel mensen hadden gehoopt, denk ik. Tegelijkertijd zijn er ook wel een heleboel kleine stapjes gezet. Maar je neemt dus eigenlijk in antwoord ja, ik volg dat. En ik blijf eigenlijk op de hoogte om te kijken waar kan ik mijn stem weer laten horen. Ja. Heb jij dat ook, dat je dat zo monitort van wat gaan die wereldleiders doen? Hoe steekt die agenda in elkaar? Ik denk niet zo diep als Jeppe. Nee. Het idee was dus ook eigenlijk dat ik mee zou helpen met Silver Climate Action. Omdat dezelfde boot die wij hadden genomen terugging naar Europa. En die zou dus naar Bonn gaan voor die klimaatconferentie. En een van onze zeilgenootjes, Clara, die zo meteen ook voorbij komt, die dacht, nou ja, we kunnen deze boot ook weer volstoppen met jongeren. Maar dan hier vanuit het Caribisch gebied, vanuit Zuid-Amerika, want hun stem is ook heel belangrijk. En dat is waar ik me nu nog steeds eigenlijk mee bezig hou. Want die zeiltocht is ook helaas onderbroken, dit keer vanwege corona. Ja. En toen, nu zijn we dus eigenlijk een beetje aan het kijken of het toch virtueel kan. Omdat we ons toch moeten aanpassen aan de omstandigheden. Ja, ja. Maar ik heb dus gemerkt dat inderdaad meer het beleid kant mij niet zo aantrekt. Ja. Maar meer de menselijke kant en de persoonlijke verhalen veel meer. Ja. Dus daar hou ik me mee bezig. En jij bent al 10 jaar, zei je, activist. Ja. Dus jouw antwoord kan bijna niet nee zijn. Vergis ik me. Nou, ik zou zeggen deels. Op hoofdlijn volg ik het. Maar het is heel veel nieuws. En ik volg lang niet alles. Ja. En ik heb gemerkt, zeker de laatste tijd, wat Kishona zegt, het meer sociale of organiserende aspect trekt mij ook heel erg. Dus ik ben nu vooral bezig met andere jongeren de ruimte geven om hun stem te laten horen. En dat neemt dan weer zoveel tijd in dat ik niet altijd toekom aan
bijlezen wat er nodig is. Maar ik denk, in zekere zin hoef je ook niet alles te weten om je uit te kunnen spreken. De minister zei het eigenlijk aan het begin al. Hè? Het vraagstuk is te groot voor een individu en we moeten dat allemaal doen. Ja. Tof, dankjewel. Want we hoorden net al een paar reisgenoten, daar gaan we snel naartoe. Want er zijn veel meer mensen aan boord gegaan. Drie van hen stellen zich per video aan jullie voor en delen direct enkele inzichten. Mag ik de eerste video met Jacinta? Hi, my name is Jacinta. I'm 23 and from the north of Ireland. I studied Earth, Energy and Sustainability at university and immediately afterwards joined Seal to the COP. And frankly, it was a really important time for me because I was getting a bit lost and overwhelmed in the theory of the environmental crisis. I found it incredibly important to be part of a concrete team and seeing that like enthusiasm and concern and determination that other individuals had, and then realizing that this is not an individual problem at all, and it's not an individual burden to bear, but that it's all of ours, but we're also all working together to try and tackle it. And then to also continue kind of my climate online advocacy via social media to try and normalize the conversation amongst my network. Without seeing it as a collective and being part of it as a collective, it does become very overwhelming and disempowering. So I am able to find hope and enthusiasm through other people, and I think that is incredibly important for all of us. Hello, my name is Clara. I'm a law student from Germany, and I was part of the Sail to the COP journey last year. When we reached Latin America with our sailing ship, and I found out from the captain that the boat would likely be going back to Europe 2 months later empty, or almost empty, I decided on that spot to organize a follow-up project called Sail for Climate Action. So that incredibly diverse group of people with five Caribbean islands represented and three indigenous young women that were part of the group as well, we only got to spend 1 month together. But that month changed all of our lives. We, the group of Latin Americans, Caribbeans and Europeans, have now launched a new project, which is called Building Bridges for Climate Action. And as such, we took even more Latin Americans and Caribbeans from marginalized groups on board, who now form a new team that will deliver a strong message to European decision makers, NGOs, companies and the general public about what climate justice actually means to them. Hello, my name is Santeri, originally from Finland, now based in Berlin. I'm an impact consultant, an activist and an entrepreneur. I think the biggest thing that got me to where I'm now is first of all a decade of trying to figure out what to do. It's difficult. It definitely is sometimes. It's not like the challenges are very clear. But since the climate crisis touches upon a lot of facets of society, it's difficult to really know where to put your mark and where to spend the time to get the technical skills or like the soft sort of academic skills to then actually make a difference. So my sort of theory of change was get the data to organizations and governments and people, you know, also individuals, but sort of layer that with activist talk and try to really influence them from point of view of the science and also the futures. Ja, dat waren drie van jullie reisgenoten, een internationaal gezelschap dus. Jacinta, de eerste reisgenoot uit Noord-Ierland, die stipt eigenlijk het omvang van het vraagstuk aan. Het is misschien wel om somber van te worden. Het is groot en niet alleen te dragen. Maar het is ook een vraagstuk van iedereen. Dus met dat samenwerken, wat jij net al zegt, geeft ook hoop en enthousiasme. Waar denken jullie dat dat kan leiden, hè, als je dat enthousiasme rond dit vraagstuk gaat aanpakken? Ik denk zelf dat het eigenlijk tot hele mooie dingen kan leiden. Ik had zelf namelijk ook al nooit verwacht dat ik op een zeilboot zou gaan zitten voor het klimaat. En dan ook nog eens niet naar de kop, maar wel verandering teweeg brengen.
Dat had ik aan het begin nooit kunnen voorspellen en nooit gedacht dat er zou gebeuren. En ik denk dat dat deels ook echt komt omdat samen sta je gewoon sterker. Dus ik denk dat als je gewoon het aspect vindt binnen de beweging waar je op wil richten en de mensen die dat samen met jou gaan doen, dan kan je echt zulke mooie dingen teweeg brengen. Ja, tof. Vul gerust aan. Maar Santé, de laatste reisgenoot, hij is impact consultant, een activist en een ondernemer. Maar ook een lange zoektocht naar wat heb ik nou eigenlijk te doen als het gaat om dat klimaat. En zijn idee om met data, informatie en activisme aan de slag te gaan, is wel prikkelend natuurlijk. Van hoe ziet dat? Hebben jullie een idee? Hebben jullie daarover gebrainstormd op de boot? Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is. Ik vind dat zelf heel interessant. Dat is ook een beetje hoe ik klimaatactivist geworden ben eigenlijk. Ja. Ik begon direct nadat ik was afgestudeerd een start-up om het makkelijker te maken om bus- en treintickets te vinden binnen Europa. En toen pas ben ik me daar eigenlijk in gaan verdiepen. Wat maakt dat dan uit, hoe je gewoon nou reist? Zo goedkoop mogelijke tickets. Ja, precies. Wat is nou het verschil tussen een vliegreis of een busreis? Toen ben ik me in die data gaan verdiepen. Ja. En zag ik dat verschil in CO2-uitstoot. En ik denk dus inderdaad, als je dat nou op een goede manier weet te communiceren, als je dat nou inzichtelijk weet te maken, dan kan dat een enorme impact hebben op de beslissingen die mensen maken. En dat is ook zeker iets wat we hebben dus op die boot niet stilgezeten, maar we hebben inderdaad nagedacht over wat kunnen wij nou doen, wat voor oplossingen zijn er nou om hieraan bij te dragen. En dit was zeker een van de onderdelen waar we ook uitgebreid naar gekeken hebben. En misschien dus wel weer nieuwe ideeën hebt opgedaan om dat te blijven combineren. Ja, ja. Interessante combinatie. Clara uit Duitsland, die heeft het over climate justice, hè, klimaatrechtvaardigheid. Eigenlijk ook over die, jij bent daarmee verder. Jij bent misschien part of dat team, Building Bridges for Climate Action. Nieuw initiatief, eigenlijk ook ontwikkeld daar op de boot. Is dat een begin van allerlei nieuwe actie, die boot? Nieuwe actie als in... Nou, dat je eigenlijk daar een netwerk bouwt voor je toekomst. Misschien ook met allerlei initiatieven. Je noemde net, ik ben eigenlijk verder aan het puzzelen met klimaat en data. Jij bent eigenlijk in een nieuw initiatief gestapt. Nou, mijn rol binnen het nieuwe project is eigenlijk voornamelijk om de jongeren te ondersteunen. Dus zij zijn echt de ster van het project. En het is echt een supermooie groep. En ze zijn inderdaad super innovatief, hebben hele mooie verhalen. Het zijn hele goede sprekers. En van wat ik heb gehoord zijn er ook al een paar zelf onderling dat ze elkaar gevonden hebben om zelf initiatieven op te starten. Ook gewoon in hun eigen thuis en regio. En dat vind ik gewoon supermooi. En ik vind het heel leuk dat ik hun daarin kan ondersteunen. En ze zijn dus nu ook bezig om inderdaad samen een bericht te maken wat ze dan kunnen uitzenden aan NGO's en companies en leiders hier in Europa. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen uiteindelijk. Tof. Weer een nieuw punt op de agenda. Ja. En jij noemde net tijdens je introductie al je werk voor Collection, waar je nu mee bezig bent. Zijn er voor jou uit de ook weer nieuwe ideeën ontstaan uit de reis? Ik denk in het algemeen dat je ziet in de filmpjes eigenlijk alle drie de deelnemers hebben een totaal andere focus. Je ziet het bij ons ook. En wat er aan boord ontstond was gewoon een hele nauwe band met elkaar. En we hebben zoveel tijd met elkaar doorgebracht dat we heel goed leerden wat elkaar sterke punten waren, hoe we elkaar kunnen aanvullen. Dat is ook hoe Silver Climate Action en dan uiteindelijk Building Bridges is ontstaan. En wat Kishona zegt van zelfs de mensen die dus maar 1 maand aan boord zijn geweest vanuit het Caribisch gebied en vanuit Zuid-Amerika hebben in die maand al zo'n band opgebouwd. Maar 1 maand aan boord. Nou ja, wij zaten jongens, thuis, ik weet niet hoeveel maanden jij aan boord zit van een schip, maar 1 maand aan boord vind ik best wel heel indrukwekkend. Ja. Ja, en wat zij zegt van zij, die deelnemers van Silver Climate Action hebben elkaar heel erg gevonden en hebben ook juist door die band op te bouwen allerlei nieuwe mensen aangetrokken in hun eigen regio. Dat zie je bij ons ook heel sterk. We zijn bijna allemaal wel op een manier aan een vervolgproject bezig. Ja, dus Jeppe en ik zitten nu samen met een aantal andere deelnemers, maar ook weer andere mensen die aangehaakt zijn bezig met Real to the Cop.
een soort vervolg op Sail to the COP. Volgend jaar is hopelijk de conferentie in Glasgow. En we willen een hele trein charteren en die volstoppen met jongeren, politici, andere organisaties, om op weg naar de COP al heel veel van elkaar te leren. Gaaf. NS doet al mee natuurlijk. De NS doet al mee, die heeft een trein geleverd. Ja, we werken met ProRail. ProRail. Ja, je moet er ook over kunnen komen. Ja, heel goed. Ja, wat ik daarmee wilde zeggen is, juist doordat we elkaar zo goed kennen, is het heel makkelijk om elkaar te vinden om projecten op te starten. Je weet gewoon wie er enthousiast gaan zijn hierover. Je weet wat voor skills je nodig hebt. Dus als je iemand nodig hebt die meer met data kan, nou, dan bel je Santo op en dan gebeurt dat. Ja. En ik denk in Collection werk ik ook samen met Lena, een van de medeoprichters van Sail to the COP. En ik merk daarin dat heel veel van onze werkwijzen ook geïnspireerd zijn op wat we aan boord gecreëerd hebben. Dus dat is zeker iets wat meegenomen wordt. Eigenlijk een aanmoediging om ook misschien over een tijdje mee te gaan op die trein naar de volgende conferentie. Vandaag hebben we het gesprek vooral over klimaatverandering. Het veranderend klimaat en de gevolgen daarvan. Dat noemen ze dan klimaatadaptatie. Dat reizen, dat is mitigatie, gaat over CO2. Maar weten jullie in dat opzicht ook wat een risicodialoog is? Weet jullie wel een risicodialoog? Hier aan tafel is het stil, nee. Lisette. Risicodialoog. Want eerder in de chat heb ik jullie gevraagd of je wel eens het gesprek voert over de gevolgen van veranderend klimaat, toch? Ja, is daar veel op gekomen? Want dat is wat beleidsmakers eigenlijk een risicodialoog noemen. Dat is eigenlijk het gesprek over wat is nou aan de hand, wat zijn de gevolgen daarvan, wat zou er dan kunnen gebeuren en ben ik bereid om dat te accepteren? Of zeg ik nee, ik moet actie ondernemen, ik moet mijn stoep ophogen of ik moet dus een groen dak nemen of een regenton. Dus dat is een risicodialoog. En meestal is die risicodialoog niet het einde, want meestal is er wel iets aan de hand. Heb je reacties daarop, op dat gesprek over klimaatverandering? Die heb ik. Nou, ik ben heel benieuwd. En iemand die geeft aan, het is niet hot topic, als in we hebben het over klimaatverandering, maar wel in relatie tot eigenlijk andere dingen in het leven. En misschien is dat precies wel wat aansluit wat wij dan een risicodialoog noemen. Als je het hebt over een huis kopen, over keuzes maken, bijvoorbeeld stel dat je in de landbouw zit, dat jouw sector is, dan heeft dat wel gevolgen op je werk, waar je woont. Dus in die zin wordt er wel degelijk gesproken over klimaatverandering. Dus het is niet wat doe ik vanochtend op mijn boterham, maar bij de grotere keuzes. En het is dus ook niet, we voeren het gesprek over klimaatverandering, maar eigenlijk juist in die andere gesprekken die je voert over het leven, over wat we allemaal tegenkomen, komt klimaatverandering ook zo voorbij sijpelen als onderwerp. Sprong er nog iets uit waarvan je dacht, hey, dat is leuk om te delen? Nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk om te delen. En ook Michelle, die is bezig met wijkpaspoorten aan het maken in Rotterdam. Wijkpaspoort, dat je er in en uit mag? Nee, gelukkig niet. Maar wel om in kaart te brengen wat eventuele risico's zijn of wat kansen zijn in jouw wijk met betrekking tot klimaatverandering, maar ook sociale en economische aspecten erbij. En het is een soort kaart van je wijk, van wat er kan en wat er. Het is een communicatietool. Het is nog in ontwikkeling, maar toen dacht ik ook wel, dat is ook wel mooi om in ieder geval het gesprek te voeren. Dat maakt het gesprek makkelijker eigenlijk. Dat denk ik. Of tenminste toegankelijker. Ja, ik denk dat dat de bedoeling is. Toegankelijker, maar ik vond het opvallend dat het dus opnieuw ook is dat je niet alleen naar klimaatverandering kijkt of adaptatie, maar ook weer dat sociale aspect, het economische aspect. Dus het is niet een geïsoleerd onderwerp. Dus het lijkt van als er gesprekken gevoerd worden, dat in zijn geheel wordt meegenomen. Dus een risicodialoog en misschien kun je er een wijkpaspoort voor gebruiken. Twee nieuwe woorden, met misschien wel nieuwe betekenissen. Gemeente Amsterdam, want die is ook organisator van dit evenement hier, wil graag met iedereen in gesprek over die klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Woon je in Amsterdam, dan zou je nodig eigenlijk Amsterdam je ook uit om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Dat doen we nu met dit panel. Maar dat kan ook online via de chat. Maar daar komt nu een link in, een enquête-link, om een vragenlijst in te vullen en eigenlijk ook nog je iets verder te helpen in dat klimaatvraagstuk. Maar ook die gemeente te voeden. Die jongen hierachter die fietst zo netjes door een keurige plas, zou je kunnen zeggen. Is gewoon leuk. Maar als dat nou 10 keer zo erg is, wat doe je dan? En kom jij dat wel eens tegen? Dus de gemeente gaat eigenlijk die risico dialoog graag met jullie Amsterdammers ook aan. En heel veel andere gemeenten doen dat natuurlijk ook. Want eigenlijk is dat
landelijk beleid, hè, zoals jullie internationaal klimaatbeleid een zetje hebben gegeven, doet Nederland en alle Nederlandse gemeenten en overheden daar ook hard zijn best voor. Waar gaat het heen? Wat moet er nou gebeuren? Ik ben heel benieuwd naar die toekomst. Waar gaat het naartoe? Hoe ziet de wereld er over 10 jaar uit als het gaat over dat extreme weer? Wat is jullie idee daarvan? Heb je daar een beeld van? Ja, ik denk, als ik zeg maar over 10 jaar kijk, inmiddels heb ik me er soort van bij neergelegd van de klimaatverandering is er en er gaan gevolgen komen. 10 jaar geleden was ik heel boos geworden als iemand me dat vertelde. Ik zei, nee, we hebben nog jaren te gaan en we kunnen dit oplossen. Inmiddels weten we dat we in zekere zin al te laat zijn. Er kan nog van alles beter gedaan worden, maar er gaan sowieso effecten van klimaatverandering zijn en die zijn er al. Ervaar je die zelf? Ik denk heel, zeg maar, dagelijks niet. Nee. Maar je merkt natuurlijk verandering in het weer. En wat ik zelf, dat merk ik ook niet direct, maar als zeiler ga ik best wel vaak naar de Wadden. Ja. En dat is echt een gebied waar ik me enorm zorgen over maak. Omdat je daar al enorme veranderingen ziet. Dus voor veel mensen die denken aan klimaatverandering, dan denken ze aan gebieden ver weg. Maar ook in Nederland zie je al grote verschillen. En wat moet er dan gebeuren? Is het een nieuw normaal? Moet er actie of moeten we dit laten gebeuren? Nou ja, ik denk in de eerste plaats, bijvoorbeeld als het gaat over de Wadden. Belangrijkste is natuurlijk terugdringen van klimaatverandering, CO2-uitstoot voorkomen. Maar juist in natuurgebieden kan je ook heel veel doen om een soort integrale aanpak te hebben. En bij de Wadden zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar het planten van bepaalde vegetatie die ervoor zorgt dat de duinen verstevigen of de dijken verstevigen. Dat is een vorm van klimaatadaptatie. Building with nature, hè? En een groot probleem in dit gebied specifiek is de temperatuurstijging van het water, die ervoor zorgt dat er allerlei veranderingen in de biodiversiteit zijn, waardoor er andere soorten het gebied inkomen of juist soorten weggeduwd worden. Door heel slim om te gaan met bepaalde vegetatie of bepaalde materialen, waardoor mosselen of oesters of kokkels makkelijker groeien, kan je ervoor zorgen dat vogels terugkomen in het gebied. Nou ja, op die manier kan je een aanpak nemen die heel veel problemen samenpakt in een oplossing. Dus integrale aanpak als nieuwe normaal. Ik ben benieuwd ook hoe jullie dat. Hebben jullie daar een ander beeld over? Sluit je aan? Nee, ik denk dat dit zijn inderdaad de oplossingen waar we naar moeten kijken. Ik denk ook dat, hoe ziet het er over 10 jaar uit en wat moet er allemaal gebeuren? Dat is een vraag die natuurlijk heel moeilijk te beantwoorden is. Ik denk wel dat er nog een heleboel momenten zullen zijn waar we er toch ook zelf wel weer van staan te kijken hoe snel dingen kunnen gaan. Zowel in negatieve zin als in positieve zin. Ik denk ook dat er voor bepaalde veranderingen in de maatschappij, maar ook bijvoorbeeld op internationaal beleidsniveau, er is maar net een verandering in mindset van gedachten nodig. Maar dat is eigenlijk de grote agendapunt wat jullie hebben gezet met het schip en jullie actie is om die grote opgave op tafel te brengen en eigenlijk het systeem een beetje van koers te laten veranderen. Ja. Local action for global impact is de slogan daarbij. Is dat de sleutel? Ik denk het wel. Kijk, die politici en die wereldleiders en die mensen die meer te zeggen hebben dan wij, die gaan pas iets doen als ze er ten eerste in geloven dat het nodig is, maar ook als ze zien dat er een heleboel mensen zijn die dit willen en die dit probleem zien. En daarom is het zo belangrijk om niet alleen maar als activist naar die mensen toe te gaan en te zeggen, jullie moeten iets anders gaan doen, denk ik. Maar ook om dat verhaal te vertellen en zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken en dat echt dat samen te gaan doen en dat gesprek aan te gaan. Ja, volop actie dus. Mooi. We gaan alweer onze laatste ronde in dit gesprek. Want volgens mij kunnen we nog een tijd doorpraten. Maar eigenlijk de call to action. Hè? Wat moet de wereld nou van jullie horen? Jullie hebben al heel wat verteld. Maar wat kunnen jongeren daar ook in betekenen en in doen? Voor de afronding van dit toffe gesprek heb ik 2 vragen eigenlijk aan jullie. Wat gaat jullie eigen bijdrage daarin zijn? Jullie hebben daar al wat glimpses van gegeven. Wat de eigen inbreng en eigen bijdrage in het omgaan met klimaatverandering. Maar ook, wat kan de jongere, of wat kan een Amsterdammer of een stedeling nou zelf gaan doen? Wie mag ik het woord geven?
Ja, ik heb daar wel een idee over. ik denk als je het hebt over klimaatadaptatie, dan zijn er een aantal hele leuke en makkelijke stappen die. Maar wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Wat ik ga doen? Wat gaat jouw bijdrage zijn? Dat is wel een goede vraag. Ik heb het gevoel dat ik 24/7 bezig ben met klimaatverandering. Maar kijk, dus jij gaat je volop inzetten? Ja. En wat is jouw tip dan voor iemand anders? Waar zou die kunnen instappen? Wat kan hij gaan doen? Nou, wat voor mij eigenlijk een grote inspiratie is, is hoe Kishona het heeft gedaan. Die was totaal nieuw in de klimaatbeweging en had zoiets van, Jesus, dit is zo urgent, hier moet ik me voor inzetten. Ze heeft een enorme stap genomen om gewoon meteen op een schip te stappen en zich te omringen met andere mensen die hiermee bezig waren. Dat, zeg maar, daarvan zeg ik, dat hoeft niet iedereen te doen. Er staat niet een schip voor iedereen. Eigenlijk is jouw opmerking dan stap in. Stap, kijk eens naar deze livestream en sluit eens. Sluit je ergens aan. Gaaf. Mooi voorbeeld. Ja, nee, ik ben het helemaal eens. Ja, en je hebt het zelf ook al gedaan. Ja, wat gaat er hierna gebeuren nog? Blijf jij, je bent nu ingestapt. Heb jij nog een stap waarvan je zegt, nou, dat gaat mijn bijdrage zijn? Nou, ik ben nu dus heel erg bezig met Building Bridges for Climate Action. En klimaatrechtvaardigheid. Ja, en ik denk ook dat best wel wat berichten of messages van hun die daaruit komen ook wel te maken zullen hebben met klimaatadaptatie. Aangezien zij nu al veel te maken hebben met die gevolgen van klimaatverandering. Dus ik ben eigenlijk ook een beetje afwachtend wat daaruit komt. En of ik me dan weer ergens bij kan aansluiten. Want ik vind het wel hele mooie berichten die ze hebben en mooie verhalen. Tof. En omdat ik vind dat ik relatief nog nieuw ben, vooral vergeleken met Mara natuurlijk, denk ik dat een groot ding voor mij is dat ik gewoon heel open ben om te blijven leren. Dus ik zoek gewoon wat ik vervolgens weer interessant vind en dan ga ik me daar gewoon weer op. Wat is jouw tip voor andere jongeren? Wat kunnen zij zelf gaan doen? Ik denk inderdaad wat Mara zei, het is heel goed om een community te vinden waar je kan aanmelden. Er zijn zoveel groepen nu al met jongeren die zich ergens mee bezighouden. Kijk waar jij energie uit krijgt. Kijk wat jij interessant vindt. Sluit je daarbij aan. Schrijf je in voor een nieuwsbrief. Ja. En dan vind je daarin ook altijd hele leuke informatie en acties die je kan doen. Top. Jeppe, wat ga jij doen? Nou, wat ik zelf ga doen is denk ik toch vooral dat blijven organiseren. Dat mensen bij elkaar blijven brengen. Dat is gewoon iets waar ik veel energie van krijg en waar zoveel mooie dingen uit voort kunnen komen. Dus ik denk dat en daarnaast. Dus daar breng je eigenlijk de skills die Kishona eerder inbrengt, die breng jij samen met jouw actie. Ja, dat hoop ik. Ja. Mooi. En daarnaast, kijk, ik ben ook programmeur, dus ik probeer ook te kijken hoe kan ik nou dat soort skills, hoe kan ik die nou op een nuttige manier toepassen. En dat is bijvoorbeeld ook bij Collection inderdaad, waar Mara ook bij betrokken is. Ja. Wat moeten die Amsterdammers nou gaan doen? Nou, de enquête invullen natuurlijk. Die spaait al. Begin. Ja. Wat denk ik wel een hele mooie organisatie is om ook eens naar te kijken, is de Jonge Klimaatbeweging. Ja. Dat is eigenlijk een organisatie waar een heleboel verschillende jongere organisaties bij zijn aangesloten. Dus dat gaat van politieke jongere organisaties tot jongere organisaties die natuurvakanties organiseren. Echt van alles. Dus daar zit sowieso wel iets bij wat misschien interessant kan zijn. En ik denk dat zo'n beginpunt, dat kan heel mooi zijn om gewoon eens te kijken naar wat vind ik nou leuk en waar kan ik andere mensen vinden die datzelfde leuk vinden. De Jonge Klimaatbeweging als tip. Heel goed. Zeker. Heel goed. Lisette. Ik wil nog een vraag stellen die hier bij in de verlengde ligt. Jullie formuleren het eigenlijk vanuit, oké, wat kan ik zelf doen en wat doe ik zelf? Er wordt een vraag gesteld van, hij wordt iets anders gesteld, maar voelen jullie ook echt verantwoordelijk ervoor? Dus vind je ook van jezelf dat je het moet doen? En de vraag die gesteld wordt is eigenlijk nog ietsje breder. Op welke manier vinden jullie, wie is verantwoordelijk voor wat? Dus wat zijn ligt bij politici, wat ligt bij het bedrijfsleven? Wie moet het nou oplossen? Wie moet het nou oplossen? En wat ligt gewoon dus bij jezelf of als bewoner? Hebben jullie daar een idee bij? Nou ja, het is een hele moeilijke, denk ik, die verantwoordelijkheid. Maar wat ik denk ik wel nog goed vind om te zeggen, en wat ook iets is wat ik wel geleerd heb op die reis, is dat wij in ieder geval als Nederlanders en breder als Europeanen sowieso een grotere verantwoordelijkheid hebben in dit probleem dan een heel groot deel van de rest van de wereld. We zijn namelijk ook voor een veel groter deel de veroorzaker van dit probleem. Ja. Dus dat is niet per se op individueel niveau. Want ja, uiteindelijk zijn er toch een heleboel dingen die politiek zijn. Voel je hem wel persoonlijk, ergens? Ik voel hem ergens wel persoonlijk, maar ik heb dat ook wel weer los weten te laten, omdat het
ja, je bent toch maar een individu en je kan maar zoveel doen. En dat we waar je over spreekt, is dat dan de groep of iedereen? Of zijn er nog een aantal mensen waarvan je, nou, jij hebt wel echt een streep. Jij moet wel even iets harder. Hebben jullie wel mensen in het beeld? Van, Nou, ik sluit me aan bij wat Jeppe zegt. Dus als Europeanen of Noord-Amerikanen hebben we, de maatschappij, een grotere verantwoordelijkheid dan veel andere werelddelen. Maar als individu vind ik dat je eigenlijk best weinig verantwoordelijkheid draagt als je het vergelijkt met het bedrijfsleven. Volgens mij is het getalletje dat er 100 bedrijven zijn die 71% van de CO2-uitstoot verantwoordelijk voor zijn. Dan denk ik, volgens mij zit de eerste verandering bij die bedrijven daadwerkelijk verantwoordelijk stellen. Zorgen dat zij gaan terugdringen, maar ook dat ze ervoor gaan zorgen dat al die uitstoot die ze al gedaan hebben, op een manier gecompenseerd wordt. Top. Ja, ik sluit me daar ook bij aan. Ik denk ook zelfs binnen Nederland dat er een verschil is tussen verantwoordelijkheid om er zo naar te kijken. Mensen hebben een verschillende achtergrond, een verschillende capaciteit en je kan niet van iedereen verwachten dat ze allemaal precies dezelfde stappen nemen. Dat hangt ook heel erg af van ieder zijn persoonlijke situatie. Ja. Dus ik denk, als je zelf motivatie hebt, kijk wat je kan doen, maar probeer ook niet alles te doen, want je bent maar één persoon en dat kan niet. Mooi, mooi. Lisette die werkt als community manager bij Amsterdam Rainproof. Die hebben een hele mooie pay-off. Ja, elke druppel telt. Dus eigenlijk ook elk steentje draagt bij. En jullie vertellen dat ook heel mooi. Dus dank. Dus ik begreep dat jullie ook nog een boodschap hebben voor die wereldleiders. Hè? In januari komen ze samen. De grote mensen, influencers, maar dan ook in positie. Welke boodschap hebben jullie aan hun? Ja, we hebben een korte boodschap in het Engels ook. Die zal ik even voorlezen. Ja, en maak hem officieel, richt je naar de camera. Dan hebben Mara en Kishona ook nog een korte toevoeging. Nou, top. We dream of a reality in which all relevant actors cooperate, take proportional responsibility and bold action, fostering a fair and sustainable world. We would like to ask you to not just work on ways to adapt to climate change, but use the challenges we face to tackle other issues as well. Using climate action as a force for good, benefiting every single being on this planet. I'm gonna take it from here. For me, that means adapting our societies. We need to start prioritizing human well-being, ecosystems, and the climate over economic growth. And in that way, we adapt our societies to be more geared towards climate disasters to come. And I guess to add a little bit to what Mara said, I think it's really important that we center frontline communities in adaptation and solutions. Dank dat deze boodschap mag overkomen. Supergoed. Dank voor jullie bijdrage. En gaaf om jullie stem te horen in het vertegenwoordigen en de actie en het activisme, wat daar ook achter zit, om het internationale klimaatbeleid een stukje van koers te doen veranderen. Dank, Lisette, voor de hosting daar. De organisatie achter de schermen ook. En vooral ook kijkers die actief waren of worden, want dit programma kun je later terugkijken en krijgt ook weer zijn vervolg. Dit was Sail to the COP. In het kader van Road to CAS. De hele dag zijn er op dit kanaal waar je nu kijkt livestreams te volgen. De Road to CAS is de voorbereiding op de internationale klimaattop in januari 2021. Diverse achtergrondinformatie is terug te vinden op www.cas2021.com, zullen we maar zeggen. Wij danken in ieder geval jullie dat je vanuit je eigen huis ook deel uitmaakt van deze beweging. Want dat is het als je al hiernaar kijkt. Om een meer klimaatbestendige stad en omgeving te maken. En vergeet niet, als je nog in Amsterdam woont, vul even de enquête in. Dank voor nu.